Hoe zijn we hier terechtgekomen? Huh? Ik vind dit niet leuk! Waar zijn we? Eeuw! Wat is er aan de hand? Welkom bij mijn Amazing Digital Circus. Je bent net op tijd. De geweldige makeover staat op het punt te beginnen. Jouw taak is om Pamnie te worden. Ik word er niet bij betrokken. Mijn hand! De grap was goed. De eerste opdracht is het verwijderen van make-up. Zodra alle makeoverdozen zijn afgevinkt, mag je door die deur naar buiten. Succes! Wat is hier? Ik kan niet wachten om te zien wat erin zit. Eerst en vooral, we wassen de make-up eraf. Ik heb een speciale spinnenspons. Helemaal klaar. Mijn gezicht heeft een goede wasbeurt nodig. Er zit schuim in mijn ogen. Helpt er iemand? Zimmermin, ik kan helpen. Voor je het weet zijn de schuimresten verdwenen. Dat is het. Je kunt je ogen openen. Echt waar? Wow. Oh, dank je. Wat is het volgende? Haar, glam, outfit. Mag er make-up zijn? Dingen aftrappen met concealer. Vervolgens retoucheren we de contour heel mooi. Barbie meisje heeft het voor elkaar, weet je. Ik moet het saboteren. Ik weet het. Waar is mijn windblazer? Laat het blazen. Wat is er aan de hand? Waarom is het winderig? Ik kan niets doen. Goh, Barbie zit in de problemen. Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog om Barbie te helpen haar make-up af te maken. Oh ja, het werkte. Ik begrijp niet waarom het niet werkt. Phew, eindelijk. Bedankt. Terug naar de make-up. Rond de ogen breng ik roze oogschaduw aan. Een vleugje wit. Zwarte eyeliner toevoegen. Klaar. Nog wat details en de make-up is klaar. Ik begin met bronzer. Gebruik een dop om contourcirkels aan te brengen. En blenden. Gezichtspoeder is de volgende. Eyeliner. En glitter. Het enige wat ik moet doen is mijn lippen laten knallen. Nog een finishing touch. Lenzen. En dan zijn we klaar. Ik ben best wel jaloers. Oh nee, de borstel zit onder het slijm. Ik kan het niet gebruiken. Alle make-up is verpest. Kan een glam er erger uitzien dan dat? Wat een verschrikking. Laat jezelf niet in de steek, ik heb je. We zullen van de slechte make-up een meesterwerk maken. Daar! Verbluffend! En zoals dat, de eerste taak is voorbij. Schiet op naar de deur, we moeten hier weg. Hij gaat niet open. We zijn nog maar met 25% klaar. We kunnen hier nooit wegkomen! Het komt wel goed met ons. Hier is de volgende taak. Kleding. Wat draag ik? Ik zal geel proberen. Ik ben hier niet zeker van. Sportief? Niet vandaag. Roze? Helemaal in mijn straatje. Ik moet wat trimmen. Stof voor mijn outfit to be. Je liet me schrikken. De naaimachine staat klaar. We zijn klaar om te gaan. Nog een laatste steek en klaar. Een riem omdoen om mijn taille te benadrukken. Geweldig!
geweldig. Wow. Met welke outfit ga ik? Rode staart of een blauwe? Schaar, hartstikke bedankt. Wat is er met de staarten gebeurd? Mijn vinger, wat zal ik doen? Vrolijkop, geniet ervan. Weet je zeker dat snoep helpt? Oké. Wauw, de pixels zijn verdwenen. Oh, wauw. En ik krijg een prachtige nieuwe staart. Wow. Ik zou graag zo'n snoepje willen hebben. Wacht even. Mijn benen. Wie zou dat dragen? Je mag het hebben. Bedankt, dit is voor jou. Waardeer het. Dit is beter. Naar de deur. Wij komen ook. Er is niets veranderd. Hoe kan dat? Doe het beter. Jij bent schuldig. Wat vinden jullie dat onze outfits missen? Reageer hieronder. Semimin-topje, goed punt. Ze heeft de verkeerde. Juist, het is Montschoten. Hier zijn nog meer opmerkingen. Laten we gaan werken. Er moet hier iets fatsoenlijks zijn. Leuk jasje, het doet een belletje rinkelen. Je verwart toch niets, hè? Oeps. Sorry. Wat is dat? Het lijkt erop dat je iets nodig hebt. Ik heb lijm nodig. En een hoop parels. Voilà, de bovenkant is klaar. Er ontbreken knopen. Gelukkig kan ik dat oplossen. Teken een cirkel. Knip het uit. Vulling toevoegen. Stik langs de randen. De pomponknoop is klaar. Mooi! Ik ga een choker voor mezelf breien. Daar. En handschoenen om de pasvorm compleet te maken. Armbanden zijn een must. Barbie, Zemermin. We moeten gaan. Doe open. Het werkte weer niet. Wat is het deze keer? We gaan terug. Haar? Oké. Ik weet wat ik moet doen. Ik breng haarverf aan. Wauw. En wikkel het in folie. Tijd! Ik kan niet wachten. Dit is het. Haal de folie eraf. En mijn nieuwe prachtige haar is klaar. Oké. Ik doe de pruik af. En zet een nieuwe op. Het enige wat ik hoef te doen is mijn haar vlechten. Het is een fluitje van een cent. Laten we het moeilijker maken. Mijn hand! Onbeleefd? Ik kan het toch met één hand. Kijk eens of je je haar kunt vlechten zonder handen. Je bent slecht. Fink, ik heb je nodig. Bedankt, Kane. Je hebt gewoon je tijd verspeeld. Wat gemeen. Wat dacht je daarvan? Zing, wat heeft hij met je gedaan? Een speld? Het is oké, ik ga je niet in de steek laten. Het plan mislukte. Mijn mooie haar! Ik kan er niet mee doorgaan. Oké, ik moet voor roze gaan. Waarom? Nee, ik kan het niet. Ik help. Daar.
Wat heb je gedaan? Wow, dat is eigenlijk schattig. Bedankt. We zijn klaar met haar. Huh? Ik weet zeker dat we er doorheen komen. Ach, er is weer iets mis. De volgende taak is een hoed. Oh, ik vraag me af wat hierin zit. Laten we eens kijken. Hoe maak ik hem open? Zwaar! Ik zal helpen. Bedankt! Ik heb een perfecte baret gevonden. Aan de kant. Dat is de mijne. Wat krijg ik? Ach, ik moet alles zelf doen. Past als gegoten. Perfecte kon niet. Ik geef niet op. Ik ga ook een leuke hoed maken. Een layout maken? Stukken uitsnijden? Nice, hè? Draai de goede kant naar buiten. Vullen met vulling. Vormen. Wat pompons. Ik vergat bijna de randen. De hoed is klaar. Maak zelf ook zo'n hoed. Film een filmpje en tag ons. Dan kiezen wij een winnaar. Dit is belachelijk. Jouw hoed is klein. De mijne is enorm. Hé, stop met plagen. Negeer hem. Je hoed is prachtig. Niet waar, jongens? Zie je? Laat ons er nu door. Nog niet? Het wordt vervelend. Wat nu? Nagels? Dat heeft geen zin, aangezien ik handschoenen draag. Het zal wel. Ik hou ervan om nagels te doen. Press-ons gebruiken? Laten we aan de slag gaan. Wauw, tijd voor de andere hand. De nagels zijn klaar. Het heeft geen zin. Het is wat het is, denk ik. Ik lak mijn nagels gewoon grijs. Klaar. Oh ja, mijn beurt. Wat is dat? Is het eigenlijk een manicure-gadget? Ik ben bang, maar ik wacht een kans. Wauw. Wow, ik vind het geweldig. Wat een geweldige manicure. Ik weet zeker dat we deze keer wel naar binnen kunnen. Wacht even. 99%? Wat moet dat betekenen? Je komt hier nooit meer weg. Dat is het, Kane. We zijn echt boos. Nee. Wat een verrassing. Het Digital Circus heeft een intermezzo. Chippy chippy, chappa chappa, boom boom boom. Kane? Huh? Oh nee! Wat is er met jou gebeurd? Heilige circusgoden! Wat? Ik werd vermoord door... Oké! De moordenaar is... Wie? Nee! Kane, rust zacht! Huh? Ik ben geschokt. Ga van me af. Ik moet dit doen. Huh? Kijk, sinds Kane stierf, kunnen we allemaal het circus verlaten. Niemand vertrekt voordat we de moordenaar hebben gevonden. Wat als je hem vermoordde? Wat? Goed. Oké, laten we gaan. Jij bent het. Jij bent de moordenaar. Iedereen zegt dat zij het is. Jij bent het. Ik ben het niet. Wat?
Ik ben Pomni, de beste detective in het Amazing Digital Circus. Zie je? Ik ga uitzoeken wie de schuldig is. Jij? Ik ben het niet. Of jij? Ik ben het niet. Zou jij het kunnen zijn? Zoebel? Hij is diep bedroefd. Misschien heb je hem vermoord. Huh? Oké. Hier zijn de hoofdverdachten. Wie heeft Kane vermoord? Het klopt niet. Huh? Dat klopt. Twee erwten in één pul. Hé jongens, weet jij wie Kane heeft vermoord? Reageer hieronder. Dit is de plaats delict. Zoek naar bewijs. Een mes? Nee. Aha. Wat is dat? Oh, het is een staart. Jij bent het. Jij? Je bent het. Jij hebt hem vermoord. Oeps, dat is eigenlijk mijn staart. Wacht even. Beklaagde, ga zitten. Huh? Moet ik dat doen? Ja, beweeg niet. Zweer dat je de waarheid vertelt. De hele waarheid en niets anders dan de waarheid. Vertel ons alles. Oké. Ik was aan het trainen met de zwaarste halte ter wereld. Met één arm. En met de andere arm een nieuw gitaarliedje leren. Zelfs mijn spiegelbeeld was onder de indruk. Hoe dan ook, ik was helemaal geweldig. Plotseling hoorde ik een schreeuw. Mijn spiegelbeeld werd bang. Maar ik niet. Ik wist precies wat ik moest doen. Verman je, spuug een tandenstoker uit. Red Ragata als een baas. Nee, nee, nee. Ik wend me tot Kaufmo en zeg recht in zijn ogen. Je bent een superheld. Ragata wierp zich in mijn armen. En ik gaf haar een bloem. Hij is echt cool. Nee, dat is niet wat er gebeurde. Het was precies het tegenovergestelde. Je liegt. Wacht even. Dit is wat er is gebeurd. Jax was zo bang voor Kaufmo dat de dingen lelijk werden. Dus hij vertrok. Ja, ik ben echt ontsnapt. Blijkbaar verloor ik toen mijn staart. Niet het gezicht. Niet schuldig. Over een gerelateerde opmerking zag ik Ragata achter Kena gaan met een mes in haar hand. Oh ja, het mes is het moordwapen. Ja, dit is hem. Waar is ze? Wat? Oh jongen, dat is het niet. Pardon, Zoebel. Dat was lastig. Jij weer. Je rent niet weg. Je bent klaar voor een ondervraging. Oké. Wat deed je op de dag dat Kane werd vermoord? Hou op met mij te verblinden. Oké, ik kan het uitleggen. Hier. Hoe word ik een zeemermin-checklist? Wat? Oeps, hier. Een lijst met voedingsmiddelen waarvoor ik allergisch ben. Dus... Oké, stel je dit eens voor. Jax at frietjes. Ik had honger. Pomni was een cheeseburger aan het eten. Het punt is, ik kan dat niet eten. Verdorie. Dit is het moment waarop Kane begon te plagen met goudklompjes. Ik rook zo lekker. Wat is Ragata van plan? Maar hij at het allemaal zelf op. Ik pakte een mes en ging achter hem aan.
Ja, ik zag het. Zij was het. Daar ga je. Zaak gesloten. Nu ben ik de beste detective. Heb ik gelijk, Soebel? High five. Nee, geen hoed of een groot glas. Geen detective. Oké, ga door. Dus ik pak het mes en ga achter Kane aan. Wat is er aan de hand? Mijn favoriete pizza is margarita. Smaakt geweldig. Ik heb genoten van elke hap. Geen moorden. Ik koop het niet. Oké, hier is een bewijs. Mijn allergieën. Heel overtuigend. Niet schuldig. Geweldig. Aangezien het niet Ragata is. Of Jax. Wie is de moordenaar? Zoemel. Hey man, wat is de haast? Ga zitten. Ik wil het allemaal weten. Oké, ik zal het je vertellen. Dus, wat is daar? Oké. Kom op, voel je vrij. Oké. Ik weet wie Kane heeft vermoord. Het was... Wat? Jij was het! Jij! Nee, jij was het! Waar is je pompon? Hier is het. Midden op de plaats delict. Pomni is de nieuwe interessante persoon. Ik wil weten wat er is gebeurd. Direct! Er is eigenlijk niets gebeurd. Ik zal het tot de bodem uitzoeken. Hey, rechercheur, ik heb een alibi. We waren samen. Serieus? Dat is niet waar. Bemoei je niet met het onderzoek. Vertel me waarom je Kane hebt vermoord. Als je dat niet doet, martel ik je. Genoeg. Ik zal het bekennen. Ik was gewoon aan het dansen. Plotseling zag ik zijn wandelstok. Wow, ik kan de uitweg toveren. Wauw. Kerkbank. Wow. Oh ja, de deur naar vrijheid. Niemand kijkt. Ik ga er vandoor. Auw. Mijn hoofd. Ouch. Oeps. Ew, waarom is er slijm en geen koffie? Sorry, dus jij was het. Hey, je hebt er nog wat in je zak. Wat is er? In de zak? Ew, het is nog steeds vies. Mijn fout. Dat is smerig. Terug naar het verhoor. Meisje, vertel ons alles. Nou, ik begon met de stok te schudden. Niets werkte. Slechtste dag ooit. Oeps. Ik haat insecten. Jij bent het. Hoe durf je? Onze vriendschap is voorbij. Je weet hoe bang ik ben voor insecten. Oké, ik zal het verhoor zelf voortzetten. Stomme stok. Ik weet dat ik het kapot heb gemaakt. Dit is slecht. Echt slecht. Ik moet het repareren. Maar hoe? Nee, dat is het niet. Nog niet? Oh, dat is perfect. De wandelstok is gloednieuw. Zo, niemand zal het vertellen. Wat? Opnieuw. Ik hou je in de gaten. Ik zie het. Jij. Durf niet te vallen. Sta op. Ik ben niet schuldig. Feiten. Ze is onschuldig. Dus wat moet ik doen?
Kane is nog steeds dood. Hij was te jong. Kane, waarom zou je ons verlaten? Oh ja, Zubon? Wacht, was haar hoofd niet 5 minuten geleden afgewend? Juist. Nee, nee, nee. Wat ben je aan het doen? Dit is nep. Ik heb jullie allemaal een hele goede grap uitgehaald. Het was ziek. Ik begin met jou. Huh? Het was Kaufmo niet. Jij was het. Ik werd nauwelijks bang. En jij? Ik? Het was geen pizzasaus. Ik bedoel, ik geloofde je. Hoe kon je? En ik? Herinner je deze handschoen nog? Oh ja, ik begrijp het. Hoe zit het met Zubol? Dat was makkelijk. Zubol ontdekte dat ik nog springlevend was en wilde je de waarheid vertellen. Dus ik heb haar hoofd eraf geschroefd. En gegarneerd met ketchup. Weer een leuk avontuur in mijn Amazing Digital Circus. Dit is niet grappig. Een deur. Waar ga je heen? Uh-oh. Een goede circuccino. Heilig circus. Iemand viel in de leegte. Genoeg. Tijd om terug te gaan. Je wilt niet met de leegte knoeien. Ik ga kotsen. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil weer thuis zijn bij mama en papa. Vergeet het maar. Wij zijn nu jouw nieuwe familie. Wat? Oh, nee, nee, nee. Veel beter nu. Ultrasound. Mijn arme oren. Dat klopt, die heb ik niet. Oké, prima. Stil. Als deze video 20.000 likes krijgt, laat ik je vrij. Yippie. Geweldig. Ja, ik hoor niets. Yay! Ach, goed gelovig. Ik weet zeker dat het niet de 20.000 duimen omhoog zal halen. Ze blijven hier voor altijd om te doen wat ik ze zeg. In mijn digital circus. Wat? Ik zal het liken. Hartelijk bedankt. Nou, ciao. Ik ga eerst naar binnen. Ik zie het. Niet mijn deur. Rikita, dit is voor jou. Ga, Pop. Maak je geen zorgen. Je kan het. Kijk niet. Ik zal helpen. Ga! Rikita, lieverd. Ik heb een kleine uitdaging voor je. Je moet alle stukjes van Zubol vinden en ze in elkaar zetten. Je hebt 60 seconden om het te voltooien. Wat? Dag. Verdorie. Is de man overal? Waar is zijn lichaam? Oké, kom op. Je kan het. Ik moet snel handelen. Daar. Dit zal het been zijn. Babes. Het gaat niet lukken. Waar is de rest? Oh, het lichaam. Hier is het. Ik heb moeite om het te bereiken. Wow, het is een trampoline. Ik spring hoger. Het werkte. Oké, laten we de benen terugleggen. Top! De tijd dringt. Veel te gemakkelijk. Hoe groot is de kans dat het een valstrik is? Het is oké. Oh, nee! Nee, nee, nee! Auw, mijn oog! De armen vastmaken? Geweldig! Oh, nee! Ik heb bijna geen tijd meer. Babbo, stop! Geef mij het hoofd! Ik ben wanhopig. Van mij!
Hey! Het is gelukt! Alle stukjes van Soebel zitten op hun plaats. Oh! Ik ga weg! Ik heb gewonnen! Kijk, we worden gefilmd! Hé jij, kom, maak een close-up! Alleen mij! Hier is mijn exit. Ga aan de kant! Ik ben er helemaal klaar voor. Welkom, Jax. Dit wordt jouw eigen uitdaging. Ik ben volledig voorbereid. Wat zal ik doen? Nou, ciao! Mamma mia! Pizza, pasta, Lamborghini! Oh, neem me niet kwalijk! Bellissimo konijntje! Perfecto! Ga zitten, lieverd. Laat mij het aanpassen. Het diner wordt bellissimo! Het op smaak brengen met kruiden. Oh, che bella amore. Wat gebeurt er? Oh, mi scusi. Ik werd gevangen in het moment. No. Yum, yum. Wat is dat? Het opgerekt met konijnen. Ik moet rennen. Oh, mi amore. We hebben roomsaus nodig. Mi amor, je hebt mijn toestemming niet. Oh-oh. Buongiorno. Rabbito mio, wat gebeurt er? Stop! Kijk eens wat ik heb. Nee, nee, in hemelsnaam. Bang! Oh, mio bambino! En voeg meer toe. Nee! Mamma mia! Muerto spaghetti! Goeie pizza. Pizza, bella! Oeps, ananas. Je bent zo gemeen. Hoe zit het hiermee? Uitstekend broodje. Mijn hart is gebroken door deze marteling. Oh ja, ik won. Auw, ik ben cool, wat er ook gebeurt. Oh, mijn deur. Klop, klop, is er iemand? Ik zei, doe open. Auw. Ik heb geen enkele kans dat ik hier weg kan komen. Wie is dat? Ah! Laat me binnen, alsjeblieft! Mijn god! Wat is dit? Je hebt een naam bedacht? Pokmo? Niet goed? Weet je het zeker? Oké, hoe zit dit? Mofko? Weet je zeker dat het niet jouw naam is? Oeps, in dat geval... Kofmo! Is dit goed? Jeetje! Auw! Vind je het erg? Huh? Ouch! Oh, je bent er! Geweldig! Jij bent Pomni! Ja! Geweldig! Wie is deze jongen? Konijnenkoning! Een moment. Ik geloof je niet. Hij is Jax, zeker. Ik tolereer deze leugens niet. Omdat je zo van transformaties houdt, komt er nog één. Wat? Uh-oh. Nee, nee, Pomni. We zijn nog niet klaar met jou. Laten we eens kijken waar je bang voor bent. Oh, nee, nee, nee! Dames en heren. Jullie staan op het punt getuigen te zijn van de strijd van de eeuw. We hebben moeder in de ene hoek. Hé, schatje. Mama! En papa in de andere hoek van de ring. Hé, schatje. Papa! Het oudergevecht is begonnen. Ronde 1.
Oh nee, alsjeblieft niet. Wat is jouw probleem, Slobber? Wat is jouw probleem, Control Freak? Hou op, alsjeblieft. Dat is wat ze nodig hebben. Love Bubbles. Oh, lieverd. Oh, schat. Ik hou van je. Ik hou ook van jullie. Oh, waar zijn ze nu gebleven? Het is niet eerlijk. Hier is de deur. Rakata, heb je mijn biceps gezien? Hé, hey, Bonnie, je hebt het gedaan. Goed gedaan. Ik ben zo blij. Deur! Dat is de uitweg. Hou op, waar ga je naartoe? Vergeet de uitgang. Jullie, je hebt ze geen 20.000 likes gegeven. Wat betekent dat ze hier blijven. Dames, ik regel het wel. Kia! Huh? Wat is er aan de hand? Het is een nieuw avontuur voor iedereen. Een dansgevecht. Jongens, schud je heupen. Wat is dit? Huh? Huh? Hé, kijk! Huh? Moeten we dat nadoen? Huh? Is er kans dat het genoeg is? Nee, de show moet doorgaan. Hier is de nieuwe challenge. Help! Ik zit vast! Wie denk je dat je bent? Ik run deze plek. Je doet wat ik zeg. Mijn circus, mijn apen. Dude, je hebt waanvoorstellingen. Oh, Pop, verstop me. Phew, ik kan het niet bijhouden. Je kunt je niet verbergen. Oeps. Dwaas konijn. Waar ben ik? Jax, waar is hij? Jij bent de volgende. Pomni. Kijk uit! Nee! Help! Niemand redt je nu. Huh? Run. Hé, jij? Precies, mijn tablet. Oh. Waar is hij in hemelsnaam? Schat, ik kan je overal vinden. Digital Circus, verwijderen. Wie heeft dat gedaan? Nee! Yes. Het werkte. Huh? Wat nu? Alles verdwijnt? Ik ook! Wat gebeurt er? Ben ik daadwerkelijk naar de universiteit gegaan? Dit is gek. Ik ben nu Ben Ben. Geweldig. Wie is er? Hey. Nee. Kom met me mee. Waar ben ik beland? Zullen we spelen? Nee, alsjeblieft. Maak je klaar om een monster te worden. Nee. Wat? Nee, 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 Bambam. Dat doe je niet. Wat? Je bent beter dan dat. Bambam was niet altijd slecht. Hij is eigenlijk aardig. Heb ik gelijk? Hier is zijn verhaal. Lunchtijd. Mijn lekkere broodje. Je moet minderen met gluten. De sandwich zal van mij zijn. Loser.
Wat dan ook, hier is mijn broodje. Geniet ervan. Ah.